Okay, dus dit zijn de opnamen die ik gemaakt heb tijdens mijn bezoek aan de BME Brand Store, waar dat op dat moment een tentoonstelling was van 17 BMW R19 motorfietsen die aangepast waren door dealers, dus door verkopers van BMW uit zelf. De winkel is gelegen in hartje Brussel op de kleine ring van Brussel. Als je binnenkomt, het is een impressionante winkel. Heel veel grafische effecten, gelijk die televisies hier bijvoorbeeld. Een roltrap naar boven. Boven was niet zo heel veel te zien. Boven stonden nog twee R90's en een HP4, een reismotor. Dat is allemaal nog standaard. Ik kwam eigenlijk voor een aantal modellen die beneden stonden, dus die 17 modellen die wel aangepast zijn. Ik had mijn Fujifilm X-E2 bij. Ik was eigenlijk niet zo goed voorbereid, ik had enkel mijn X-E2 en één lens, de 16mm 1.4, dat is wel een goede lens, dus dat werd op zich wel goed. Maar de camera zelf, de X-E2, is niet ideaal, omdat je eigenlijk hebt geen uitklapbaar scherm, dus dat maakt het iets moeilijker om foto's vanuit lagere of vreemde hoeken te gaan nemen, omdat je niet meer echt kunt nakijken waar je focuspunt zit en dergelijke meer. Ik had maar één batterij mee op zich om te fotograferen, volstaat in mijn geval één batterij meestal wel. Als je ook wat wilt filmen, gaat de batterij er wel snel door en eigenlijk was mijn batterij zo goed als plat. En dat zijn dus die aangepaste motoren, hè. Dat is ook een detailshot van een van de aangepaste motoren. Dat was denk ik mijn favoriet, deze. Een R19 die aangepast was naar een soort van off-road model. Op zich werkte de X-E2 wel goed. Dus alleen het... Het ontbreken van een uitklapbaar scherm was wel moeilijk. De 16mm is een goede lens voor dergelijke opname. Dat is altijd al een goede keuze geweest. Ja, een beetje het nadeel bij het fotograferen van zo'n motoren die in een beurs uitgesteld staan of in een showroom, is dat meestal heb je wel hier prijskaartjes en of van die plakkaatjes die op de zadels liggen om aan te geven dat je niet op de motor mocht gaan zitten. Je hebt altijd wel het probleem dat je veel motoren en één ruimte hebt, dus je kunt moeilijker één motor gaan isoleren en alleen die motor gaan fotograferen. Als je met iemand op stap bent en die zijn motor wilt gaan fotograferen, dan kun je die mensen vragen van... dan heb je eigenlijk maar één motor in beeld en kun je de andere motoren buiten beeld zetten en dergelijke meer. Dat werd veel gemakkelijker. Hier heb je eigenlijk altijd wel andere motoren in beeld. En wat ik hier geprobeerd heb, of wat ik meestal probeer met die 16mm 1.4, is eigenlijk volop fotograferen op 1.4 of soms f2. En dat komt, zo bekom je toch wel een klein beetje
een beperkte scherpte diepte, waardoor je toch deels je onderwerp kunt gaan isoleren. En hier ben ik alweer op weg naar huis. Ik was zelf ook met de motor, dus voor mij was parkeren geen probleem. Dat was het, bedankt voor het kijken en tot de volgende.